Het garnizoenskerkje doet soms denken aan een schip. Momenteel exposeert er een kunstenaar die deze associatie nog meer versterkt. Hij neemt de sfeer van de zee mee naar Ravenstein aan de Maas. Hallo, mijn naam is Erik Smit. Ik maak diorama's en ik mag hier in de Garnizoenskerk in Ravenstein exposeren. De diorama's zijn geïnspireerd op de ex-voto afbeeldingen die een schipper aan een kerk kon schenken als dank voor een goede oversteek. Dat zijn van die half modellen met een wat verdiepte bak waar je het schip in kan zien. Dat idee heb ik gemaakt met de diorama's, geïnspireerd eigenlijk op fotografie. Ik ben met fotografie begonnen om bepaalde scènes te maken. En die waren mooi genoeg, dacht ik, ook in zo'n bak te zetten. Ik ben geboren aan zee, in Hellevoetsluis. En ik heb vanaf mijn jeugd eigenlijk al gejut. Langs de zeedijk geslierd en strand om planken te vinden of andere stukken touw en drijvers. En dat doe ik nog steeds eigenlijk wel in vakantie. Of als ik de hond uitlaat langs de rivier, dan kijk je altijd even of er wat aangespoeld is. Dat materiaal heeft zijn eigen ziel al, daar zit een bepaalde diepte in. En dat kan ik gebruiken samen met de modelletjes van boten uit toeristenwinkeltjes of soms koelkastmagneetjes. Waardoor het hele werk een fantasie oproept die je anders niet zou zien. Anders is het een oude plank en doordat je er iets voor zet, wordt een vieze plank ineens een wolkenlucht. Dat vind ik heel leuk om te zien gebeuren en om dat uiteindelijk te maken. Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld, overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden. Hij had zich op de golven als in de baarmoeder gevoeld en schreeuwde tot hij door een jutter werd gevonden. Ameland sprak schande van de jutter, een zonderling die leefde van de wind, die al de raarste dingen had gevonden. Hoe kwam die jutter nu weer aan dat kind? Als hij er daags op uitging om te jutten, moest de vondeling altijd met hem mee. En toen hij na een jaar begon te praten. Ja, ik vind het leuk om hier zo ver in het land, ver van de zee, toch een expositie te houden over de zee en de kust. Het is leuk dat een aantal mensen ook reageren en die hebben dan binding met de Waddeneilanden of zijn zelf aan zee geboren. Ik vind het mooi om in die werken de grootsheid van de zee ook te laten zien. Soms is de bak veel groter dan het bootje, waardoor je een enorme diepte krijgt. In het zand was voor de woeste zee niet bang en schreeuwde net zo lang tot de vloed zich keerde. Ameland sprak schande van de kleuter, de vondeling die schreeuwde als de wind. Hoe was het in vredesnaam toch mogelijk dat de zee... Deze De tentoonstelling duurt twee lange weekenden. De weekenden beginnen op donderdag, vrijdag en zaterdag. Het is nu vandaag donderdag. Dit weekend is het ene weekend. En het volgende weekend is de tentoonstelling weer open op donderdag en vrijdag en zaterdag. Volgens mij roept hij, ik kom eraan. Ik kom eraan, ik kom eraan. Ik kom eraan.